De abnormale regenval van de laatste tijd maakt het de boeren in Zuidwest-Nederland vrijwel onmogelijk om te oogsten. Met alle gevolgen van dien, onder andere voor de uien. Het groot gedeelte moet nog gerooid worden. Het gedeelte wat wel gerooid is, zijn de uien vreselijk in kwaliteit achteruit gegaan. En we vragen ons af of we de uienoogst nog wel binnen zullen kunnen halen. Nou, wat de aardappelen betreft, dan is het zo dat dus de landbouwer die gaat iedere week naar zijn aardappelen kijken. Vroet in de grond, gaat kijken wanneer zal ik toch aan trooien toe zijn. Er komen rotte aardappelen, zogenaamd waterrot, doordat de velden te lang dras hebben gestaan. Nou, het oogsten van de bieten is nog het enigste product waar je nog wat in modderen kan, want het is gewoon baggeren en modderen. En als het dan enkele dagen niet regent, ga je toch weer proberen. Dan zie je dat ze nu en dan de rooimachine gewoon wegzakt in de blubber. Dan moet je weer een andere plaats op perceel opzoeken. Maar bietenrooien is een product wat nog wat kan hebben. Wat weinig van de regen weet, maar de grootste zorg dat zijn de aardappelen en de uien. Minister Van der Stee heeft in Zeeland onder andere hulp van het leger toegezegd voor het vervoer van landbouwmachines. En verder zei hij onder meer... Het kan vriezen, het kan dooien. Het kan regenen, het kan zon schijnen. Een boer is en blijft afhankelijk van het weer. En dit soort situaties, nou ja, dat doe je werk van. Dit was Polygoon. Goedenavond.